Ik schrik elke keer. Oh, dit is handig. Hoi allemaal, welkom bij weer een nieuwe video van het YouTube kanaal Action Nederland. Mijn naam is Denise Anna en je kan mij kennen van mijn YouTube kanaal Denise Anna. En vandaag ga ik deze blender voor jullie testen. Het leuke aan deze blender is dat hij wat kleiner is dan een normale blender. Dus ik zag op de doos dat er een halve liter in past. Nou, volgens mij echt perfect voor één persoon. Maar goed, hij mag dan wel klein zijn. Ik ben heel erg benieuwd of hij ook echt goed werkt. Dus laten we dat lekker gaan testen. Even kijken. Oh ja, kijk. Oh kijk, nou die is gewoon echt een drinkbeker. Dit lijkt me gewoon zo'n long drink glas, weet je wel. Want als je snel even een smoothie moet hebben, is dit echt een topformaat. Oh, en ook zo'n klein schattig dekseltje. Schattig. Verder heb ik hier dan de motor met een snoer. En oh ja, hier dan die knopjes inderdaad met snel en langzaam. En dan is dit hoe die eruit ziet. Oh my god, hij is echt mega klein. Om deze blender te testen dacht ik dat het heel erg leuk zou zijn om allereerst een smoothie bowl te gaan maken. Want ja, ik ben echt gewoon fan van smoothie bowls, bollen. En daartegenover vind ik het heel erg leuk om een freak shake te maken. Hartstikke leuk voor op Instagram. Laten we het lekker gaan doen. Ik ga beginnen met, ik denk deze eerste stand dan maar. Oh, ik schrok. Oh, je moet hem trouwens wel ingedrukt houden. Oké, ga ik weer. Stand nummer 2. Ik schrik elke keer. Hou eventjes de deksel ervan af. En dan kunnen we gaan beginnen met de smoothie bowl. Nou, ik heb hier wat gevroren fruit. Dan doe ik een schepje proteïnepoeder erdoorheen. De smaak vanille. Wat zeg ik dat raar? Vanille. Vanille. Deze die kost €9,95. Ik denk dat ik één zo'n schepje erin ga doen. Het is even een beetje anders uitmeten, omdat hij zo klein is. Ik ben gewend lekker in grote catalogus te werken, maar dat hoeft nu natuurlijk niet. Dan doe ik ook wat chiazaadjes erdoorheen. En deze die kostte maar €1,19. Beetje zoiets. En uiteraard een banaan. Dit is ook altijd fijn om hem net wat zoeter te maken. En ook die structuur, die heb je dan ook. Die is dan weer wat dikker en wat een beetje creamy. Nou, hij wordt echt gewoon tot een nok gevuld. Oké, en tot slot doe ik er natuurlijk wat vocht bij. Ik doe nu een klein beetje. Mocht het te dik zijn, dan kan ik dat weer een beetje toevoegen. Nou, ik begin even hiermee. En dan gaan we blenden, jongens. Ik zie trouwens nu wel een dingetje. Die deksel die moet je erop doen en dan draaien. Ik denk dat dat best wel belangrijk is, want je wil niet dat tijdens het blenden dat alles in één keer naar boven komt. Ik ga hem denk ik op stand 2 zetten, want het gevroren fruit is best wel moeilijk te blenden altijd. Dus daar gaan wij! Oké, nou ja, in ieder geval, het fruit is een soort van geblend, maar hij loopt nu een soort, hij loopt vast. Dus ik ga hem even aandrukken en toch nog een beetje vocht toevoegen, een beetje melk. Nog één keer eventjes die banaan aanduwen. En ik denk dat we er dan wel zijn. Ik ga in ieder geval geen melk meer toevoegen, want dan wordt hij te waterig. Nou, volgens mij is de substantie echt heel goed als ik zo er naar kijk. Dus ik ga hem eventjes openmaken. Oh, kijk, kan hem met... Oh, dit is handig. Ik kan hem zo eraf halen en ik kan gewoon zo gaan drinken. Oh, lekker. Hij blendt in ieder geval echt super goed. Ik heb helemaal geen stukjes of wat dan ook, dus daar ben ik heel blij mee. Daarentegen is het wel zo, bijvoorbeeld bij mijn grote blender, dan druk je even op de knop en dan is het binnen 5 seconden krijg je al dit. Het duurt nu wel iets langer, maar ja, hij is €9,99. Dus ik vind dat echt gewoon, prijskwaliteit vind ik het echt top. Wat er nu is uitgekomen vind ik echt heel goed. Dus ik ga hem eventjes in de bol doen en dan versieren. En deze die was €1,79. Oh, wat ziet dat er lekker uit. Het eindresultaat, de smoothie bowl, hij is af en ik vind hem echt super mooi geworden. Hij ziet er echt ontzettend lekker uit. Nou, ik ga hem eventjes testen. Perfect. Ook echt bizar hoe perfect deze portie groot is. Het past gewoon helemaal in deze bol. Het zit niet te vol of het is niet te weinig. Het is gewoon echt perfect. Dus ik ben helemaal tevreden. Laten we doorgaan met het maken van de freak shake.
En dan gaan we verder met de Freak Shake. Voor de Freak Shake heb ik ook allemaal dingetjes gehaald en die ga ik jullie eventjes laten zien. Allereerst deze glazen pot. Ik vind hem echt super leuk en hij is lekker groot, dus er past extra veel in. Want ja, dat vinden wij fijn. €1,79. Het volgende wat ik heb gehaald, dat zijn deze rietjes. En deze rietjes die kosten €1,18. Het volgende wat ik heb gehaald, dat is deze mega pot met spekjes. Kijk even hoeveel het er zijn. En ook eventjes hoe fel ze zijn gekleurd. €2,49. Wat ik ook ga gebruiken voor deze Freak Shake zijn deze heerlijke Mikado stokjes. Dit herken ik nog van vroeger. Ik vind deze zo lekker. En het ziet er ook echt heel erg leuk uit om in je Freak Shake te steken. €1,43. Vervolgens heb ik hier ook een zak met stroopwafels. Ook echt heerlijk. En deze stroopwafels die kosten €1,85. Oh, ik wilde zeggen Smarties, maar ze heten anders. Lentilkies. En deze die kostte €0,99. En tot slot heb ik deze spikkeltjes gehaald. Ik vind het wel leuk, want deze die heeft dus allemaal soorten spikkels gewoon in één potje. Met roze en met blauw en allemaal kleurtjes. En deze die kostte maar €0,99. Ik ga beginnen met het gevroren fruit. Dat gooi ik gewoon weer eventjes in de blender. Vervolgens heb ik hier een bak met ijs. Dit is bosvruchtenijs. Ik doe iets van 2-3 scheppen. Zo, hoppa. Dan weer iets van vloeistof. Ik heb hier wat amandelmelk. En het mag wel iets meer dan bij de smoothiebol, want nu hoeft het niet heel dik te zijn. Dit mag wel gewoon lekker, ja, lekker vloeibaar zijn. En ik pak hier ook even weer wat proteïnepoeder bij. Want ik vind het gewoon heel erg lekker om proteïnepoeder door, ja, smoothies te doen, door shakejes. Maakt het net even wat beter. En doe ik iets minder dan zo'n schep. Ik doe denk ik een beetje, ja, een halve schep of ongeveer. Ja. Oké, dan doe ik weer de deksel erop en let erop. Duwen en draaien. En ik ga even gewoon op stand 1 beginnen en we spelen weer een beetje met snelheden. Zo, dat gaat echt een stuk makkelijker. Het is nu eigenlijk al bijna klaar, maar ik doe nog even op stand 2. Nou, dat ging echt heel snel. Even kijken hoe die eruit ziet. Oh, die ruikt heel lekker. Ja, die is top. Ik ga er even proeven hoor. Ja, perfect. Oh, lekker. Oké, daar gaan we. Oh, wat ziet dat er mooi uit. Oh, jeetje. Ik ben de jam vergeten. Dat ga ik nog even snel doen voordat ik de tweede ronde ga blenden. Oh, dat druipt er zo doorheen. Oké, nou, dan heb ik voor nu eventjes genoeg jam. En dan ga ik nu echt verder met de tweede ronde. Zo, en ook de tweede portie is klaar. Ik vind die blender trouwens echt super chill. Het is nu omdat ik iets minder gevroren fruit heb gebruikt, blendt hij echt een stuk sneller. Ja, tot nu toe ben ik echt heel erg tevreden daarmee. Oké, hij zit nu tot hier gevuld. Het is echt mega veel en ook echt super mooi hoe dat jam er zo doorheen komt. En nou ja, dan ga ik hem nu versieren. Oké, nou ja, het eerste waar ik mee ga beginnen is het toevoegen van slagroom. Want ik heb hier nog een heel klein randje over en daar kan heel mooi slagroom. Oh, ziet er lekker uit. Zo, ongeveer tot hier. Want hierbovenop komt een donut. Zo. Even kijken, dan steek ik er ook alvast eventjes een Mikado stokje in. Of misschien wel meerdere. Oh. Even kijken hoor, die steek ik dan zo erin. Ja, dit vind ik wel gezellig. Misschien helpt dit meteen tegen het lekken van de slagroom. Want ik ga hierbovenop nog meer slagroom doen. Dus houdt het dan een beetje zo tegen. Ik moet natuurlijk wel een mooie toef maken, dus dit vind ik wel lastig. Nou, het is best mooi toch? Oh, het ziet er echt al heerlijk uit. Laat ik eerst eventjes een rietje erin steken voordat er te veel al er bovenop zit. Oh, wacht, deze rietjes kan je trouwens uitklappen. Oh, wat gezellig, even een 3D rietje. Een kokosnoten cocktail. Oh, gezellig. Nou, dan wil ik die andere er ook wel bij. Even kijken, dan moet ik wel voelen, ja. Dan even wat stroopwafels. En even wat spekkies. Kijk, dit is mooi. Die micro stokjes die komen nu echt perfect van pas. Die kunnen alles een beetje tegenhouden. En dan de lentikies. Die strooi ik er even een beetje overheen. Oh, het ziet er zo gezellig uit. En ook vooral heel erg lekker. Dan doe ik nog eventjes wat spikkels. Oh. Nou, hij is
af, mijn freak shake. Ik vind hem echt super mooi geworden. Maar het is hier echt super warm. Dus hij begint een beetje uit elkaar te vallen. Maar ik vind hem wel echt heel erg leuk eruit zien. En ik ga hem natuurlijk nog eventjes proeven. Oh, heerlijk. Oh, ik ben er helemaal trots op. Nou, het ziet er echt super leuk uit. En ik ben benieuwd of jullie het thuis ook zo kunnen maken. Nou ja, en over de blender. Ik ben er echt super tevreden over. Het is alleen het dingetje als er te veel bijvoorbeeld fruit in zit of te veel ijs. Heeft hij een beetje moeite, dan moet je hem gewoon iets langer ingedrukt houden. Maar over het algemeen is hij echt top. En ik raad hem zeker aan. Helemaal als je gewoon voor jezelf een smoothie wil maken, is het echt top. Omdat de porties gewoon voor één persoon heel goed zijn. Vergeet zeker niet je duimpje omhoog te doen en te abonneren. Mij kun je volgen op YouTube kanaal Denise Anna. En ja, ik ga nu lekker genieten van deze freak shake. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende video. Doei doei!